Goedemorgen iedereen. Vandaag had ik zin in een heel feestelijk. En deze rol wordt vertolkt. Het lippenpotlood is het potlood van Art Deco, de Mineral Lip Styler nummer 48. Ik ga make-up. Ik ga jullie de dingen laten zien. En Harley Quinn vind ik wel echt een hele leuke make-up hebben. En de rol die wordt vertolkt. Maar mijn batterij is bijna leeg, ermee. Allee? Mijn batterij is bijna leeg, dus ik moet kei snel doen. Het is zo'n mascara met extra... Hoe noem je het? Ik vond dit niet zo'n goed product. En Harley Quinn, die vind ik wel echt een hele leuke make-up hebben. En die rol die wordt. En de lipstick is van Art Deco. Dit is. Mijn ogen ook een beetje met het bordeaux, mauve, opvallende, glinsterende. Dat is afgewerkt. Love you. En die rol die wordt. Vertolkt. Vandaag ga ik. Deze is in de kleur. Als lippenpotlood ga ik deze nieuwe van Mat gebruiken. En dan ook het zo, dit waren de 10 vragen van de Makeup Junkie eyeshadow. Deze ook dagelijks willen dragen. En ik vind dat je heel weinig product nodig hebt om goed veel. En dit is van Sephora, een waterproof blauw oogpotlood. Maar ik moet het even slijpen. Wees er zuinig mee, want je gaat wel een grote oppervlakte kunnen doen. Vandaag gebruik ik ook de Estée Lauder. Het is een vrij grote verpakking, want er zit... Hou die dan bij voor je vakantie. Het is een concealer zo die. Het is een concealer. En ik hoor ook heel erg graag van jullie wat jullie verder graag zien. Dus hopelijk vinden jullie hem leuk. Dag!